Volk van Suriname, broeders en zusters, mag u allemaal groeten. Vandaag zal ik het hebben over de bekendmaking die de directeur van Staatsolie, de CEO van Staatsolie, de heer Ananja Gisser, met zijn staf heeft doen uitgaan naar de samenleving. Heel belangrijk is om te vermelden dat er eerdere mededelingen gedaan waren vanuit de oliemaatschappij, inclusief Staatsolie, dat zijn technische benaming, namelijk de Final Investment Decision, eerder zou plaatsvinden, namelijk begin dit jaar, eind dit jaar, nu horen we, mei volgend jaar. En dat creëert hier en daar wat verwarring. Wat is er precies aan de hand? Het zijn oliemaatschappijen, internationale oliemaatschappijen die in verschillende regio's olie boren. En dat doen ze aan de hand van heel wat voorbereidingen. Die voorbereidingen noemen we olie-exploratie. En dat doen ze met hun boorschepen, de wells, zoals men dat noemt, met zware investeringen. Investeringen die soms ver over de miljarden gaan, Amerikaanse dollars. En de verwachting was inderdaad dat we een bekendmaking zouden krijgen. En in die bekendmaking zouden we aangeven hoeveel olie, kwaliteit olie, gas, reserves. En deze informatie is bijzonder belangrijk, omdat vanaf die bekendmaking, die FID, kan je zeggen dat je je commerciële strategie kan bepalen. En dat geldt ook voor Staatsolie. Dat je de commerciële strategie gaat bepalen met je 20% aandelen. En het naar achteren schuiven van die exploitatie, namelijk naar 2027, natuurlijk komt het als teleurstelling over voor ons als land. Waarom? Omdat we juist in deze tijd van crisis, in deze tijd waar olieprijzen aan het stijgen zijn, gasprijzen aan het stijgen zijn, dat wij ook heel goed konden profiteren van die eerdere exploitatie. Is het een ramp? Nee. Want hieruit kunnen we ook onze kansen aangrijpen. En wat zijn die kansen? Die kansen zijn namelijk dat we meer kunnen investeren in de local content. De local content voorbereiden op die oil and gas marktontwikkeling. Die local content voorbereiden op die internationale markt waar onze local content onvoldoende toegang krijgt. Bij bidding bijvoorbeeld, bij openbare inschrijvingen. Maar ook onze local content bedrijven in van Suriname die nog niet gecertificeerd zijn. Die de internationale normen en standaarden en procedures niet halen om te kunnen mee profiteren. Hier zijn de kansen om meer te gaan investeren, sneller te gaan investeren, zodat ze toch nog kunnen meedoen op de kansen die ontstaan als gevolg van die oil and gas. Maar tegelijkertijd is er meer ruimte ontstaan voor investeringen in die shore base. Meer bedrijven kunnen investeren om dan ook te kunnen inspelen op de productie die iets wat later komt. Nog belangrijker is, we zijn nauwelijks een paar weken geleden gestart met de nieuwe studierichting op de NATIN, met oil and gas. Dus ons onderwijssysteem kan inspelen op deze 5 jaren. Door die studenten klaar te stomen dat wij als land toch een belangrijk deel van olie- en gasmanagement naar ons toe kunnen trekken. En dat is bijzonder belangrijk. Aan de andere kant hebben we vanaf het begin van ons aantreden als regering gezegd dat wij onze economie gaan diversifiëren. En we zijn al begonnen met de agrarische sector. We hebben al meer dan 200.000 hectare land ter beschikking gesteld voor investeerders in de agrarische sector. We zien buitenlandse bedrijven zich aanmelden. We hebben al overeenkomsten op het gebied van kokosaanplant. We hebben al overeenkomst met betrekking tot soja, mais. Andere investeerders zijn al bezig in Saramakka om verschillende groentesoorten met high quality aan zaden,
aan productie in feite te investeren voor de food secure, de voedselzekerheid. Voor wat betreft die investeringen die gepleegd worden, laat mij daarvoor duidelijk zijn. De investeringen worden met name gepleegd door de internationale oliemaatschappijen. In de fase van exploratie. En ik ben zelf geweest op het boorschip van Apache. En ik heb die miljarden investering daar gezien. Zeer high-tech. Moderne technologie. Tot in de verre diepte van de bodem waar gewerkt wordt. Wat is uiteindelijk het doel van al deze boringen? Wat is het doel van al deze exploratie? Om uiteindelijk te komen tot een volume van voldoende oliereserve. Met uiteraard een heleboel informatie over de kwaliteit. En dan beslissen, we gaan nu bekendmaken en we gaan nu exploiteren. En mijn informatie is dat ze nog 1 of 2 bronnen nog nodig hebben om dan vast te stellen dat ze hun target gehaald hebben. Dus zij die denken, naar last money is niet waar. Wat er gebeurd is, is dat ze nu, ze hebben wat tegenslag gehad. Ze hebben wat lege bronnen gehad. Maar nu zijn er wel projecties dat ze doorgaan met de boringen. En als ze nog 1, 2 vinden, dan hebben ze een target gehaald. Met als gevolg dat inderdaad we kunnen gaan naar die FID en die tijdlijn naar die exploitatie. Dus er is geen sprake dat deze investeringen ze plegen. Een verloren investering is, verloren geld is. Nee, integendeel. Blijkt uit de boringen dat ze nog meer moeten doen om te komen tot die target die zij als maatschappij nodig hebben om het commercieel te vertalen naar FID en van FID naar de exploitatie. Die agrarische sector gaat belangrijker en belangrijker en belangrijker worden. Maar niet alleen die agrarische sector. We moeten ook rekening houden. Namelijk dat er andere kansen zijn voor Suriname, zoals toerisme. We hebben net gehad onze houtsector, eigen lokale industrie. We hebben de biodiversiteit, we hebben de culinair, we hebben ook onze natuur. We hebben onze negatieve carbonstatus als land, we hebben ons land als dicht beboste. Er zijn andere kansen. Wij moeten ons niet blind staren alleen op die oil en gas. Want die is aflopend. Die gaat opraken. Natuurlijk moeten we gebruik van maken als die mogelijkheden er zijn. En ja, die hebben we. Maar laten we ook andere sectoren gaan ontwikkelen die ons in staat moeten stellen om onze economie te diversifieren. Uit de inkomsten gaan sparen in spaar- en stabilisatiefonds. Voor de volgende generatie, maar ook sparen voor andere sectoren zoals veiligheid, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, ontwikkeling van het binnenland, ontwikkeling van toerisme. Dus Louis Brangasiza, nieuws dat het naar achter geschoven is, 2027, kan verwarrend overkomen. Maar laten we de bright side ervan zien. Dat het ons meer tijd biedt om te investeren in die oil en gas, in onderwijs en andere gebieden. Dat ons meer tijd biedt om te investeren in de andere sectoren. Maar tegelijkertijd roep ik staatsolie op. En die internationale oliemaatschappijen. Om aan tafel te blijven zitten. En door te gaan met die voeren van besprekingen. En die data ook transparant te bespreken met de samenleving. Mag geen seconde langer wachten. Om dan bekend te maken wanneer die FID komt. En vanaf dat moment een tijdlijn ontwikkelen van het commercialiseren. Van onze oil en gas tot aan het moment van de exploitatie. Nogmaals, wij gaan door als regering. Wij zijn geen regering. Om een regeringstermijn beleid te ontwikkelen voor de energiesector of voor die oil en gas. We zijn een regering. Om een regeertermijn overschrijdend beleid te ontwikkelen voor de toekomst van het land. We zijn een regering voor deze en de volgende generatie. Het komt goed met Suriname.